vind gewoon, ik word belazerd waar ik bij staat. Ik vind het gewoon waardeloos. Ik voel me eigenlijk zwaar belazerd. Ik voel me eigenlijk gediscrimineerd. Welkom bij Radar. Deze week ontvingen wij een waarschuwing van de Consumentenbond over een nieuw product. Het gaat over deze olijfolie in een spuitbus. En die kan je zo in een pan spuiten. De gebruiksaanwijzing zegt dat je dit moet doen als de pan nog koud is. En dat is inderdaad heel verstandig. Want kijk maar wat er gebeurt als je tijdens het bakken, zoals in de praktijk zo vaak gebeurt, nog even wat olie in de pan erbij wil doen. Oppassen dus met de spuitbus. De zaak is gemeld bij de Keuringsdienst van Waren. Straks hoort u meer over tekstberichtjes op uw mobiele telefoon. Duizenden Nederlanders ontvingen een berichtje van Sonja. Hoi, ik ben Sonja. Ik zit heerlijk met mezelf te spelen. Wat ben jij aan het doen? Heb je zin om met mij mee te spelen? Blijft u kijken als u wilt weten of dit een nieuwe trend in reclame wordt. En over alles wat met reclame te maken heeft, of met veiligheid, of met klachten, kunt u gratis bellen met de radarlijn 0800 1343. Ja, als hulp Sinterklaas sta je vaak met je handen in het haar om iets te bedenken en dan te weten welk speelgoed voor wat voor kinderen geschikt is. Dit speeltje bijvoorbeeld. Mevrouw, heeft u zelf kinderen? Ja, twee oudere jongens. Ja. Wat denkt u van dit speeltje? Voor welke leeftijd is dat bedoeld? Nou, ik zelf dacht van 1,5 tot 2 jaar. Ja.